voordat we naar het stemhokje gaan, gaan we eerst naar Canada. Nou ja, Canada. Het is eigenlijk gewoon hier op het parkeerterrein van het Omroep Flevoland gebouw. We hebben het al een paar keer gezegd. We gaan vandaag proeven een beavertail. Dat is een beverstaart. Maar is het ook echt een beverstaart? Arnoud staat in het heerlijke weer buiten. Ja, ik wou dat zeggen. Ik kan wel eventjes gelijk een weerupdate geven. Het waait behoorlijk. Het zou bijna zo Canadees weer kunnen zijn. Dus ik moet ook zeggen, howdy. Een echte Canadese begroeting. Ja, we staan... Ja, voor veel mensen zullen zeggen, je staat gewoon in een friettent. Maar dat is het eigenlijk niet. Het is echt Canadian food truck. En dat betekent dus dat we Canadees eten gaan nuttigen. Wat is dan Canadees eten? Nou, ik neem je even mee naar binnen toe. Dan mag ik tenminste ook lekker heerlijk in een wat warme omgeving. Roos Pierik, goedemiddag. Lukt het ook om binnen te komen? Hi. Hoi, hallo. Hi. Canadian food truck. Leg uit, van waar dat idee? Nou, Canadian street food, het is zo dat we... Het is eigenlijk ontstaan in Canada eigenlijk. Hè. We zijn met onze familie op een reis geweest naar Canada. Omdat mijn broer is gaan wonen in Canada. Die is daar ook getrouwd inmiddels. Canada is groot, hè? Waar ongeveer? Canada is heel groot, ja. Hij woont aan de kant van Toronto. In Mississauga, een plaatsje daar vlakbij. Dus daar... Ja, is hij eigenlijk naartoe verhuisd. Hij is daar getrouwd. En als gezin zijn we daar ook naartoe gegaan. Uiteraard ook naar de bruiloft. En nou ja, we zijn zo'n ondernemersfamilie dat we dachten, dat wat ze daar kunnen, dat kunnen wij hier ook. Ja, want hoe kwamen jullie in contact dan met die staart, met die til? Ja, puur doordat we gewoon lekker met trek, lekkere trek hadden. Dat we op straat liepen. En ja, nee, je kan dit op elke hoek van de straat daar eigenlijk kopen. Het is echt streetfood. Dit is echt Canadees. Typisch Canadees eten. Echt typisch Canadese streetfood, ja. Waar kan ik het mee vergelijken? Want wij zeiden in de studio al van, nou misschien iets als de Spaanse churros. Ja, die hebben we inderdaad wel eerder gehoord. Ook hier op de markt in Lelystad. Ja, het is denk ik typisch Hollands om je eten gelijk te willen vergelijken. Ik heb ook al gehoord een platte oliebol. Ja, nou ja, de variant met appel zou ook wat weg hebben van een appelbillet. Nou ja, het beste weet je het eigenlijk door het gewoon te proeven. Maar wat zit erin? Wat zit erin? Het is, of mogen we dat juist niet weten? Ja, het is absoluut wel een typisch Canadese recept. Het is een deegproduct. Ja, wat zit erin? Je kan het enerzijds wat vergelijken met brooddeeg. Ja, wat zit erin? Het is vooral meel, gist. Maar je kan hem ook gezond maken. Ja, nou, hij is eigenlijk niet zo ongezond. Hij gaat in het vet, dat wel. Ja. Maar hij is zeker niet zo ongezond als je zou denken. Ja. Je kan hem gezond maken met banaantjes. Dat doen we en waar smaakt het naar dan? Waar smaakt het naar, ja. Waar kan je het mee vergelijken, om het maar lekker op z'n Hollands te zeggen? Toch wel echt een oliebol of een appelflap, als we hem een naam moeten geven. Ja, is het zoet? Zeker, ja. Je begrijpt, ik ben natuurlijk aan het vissen naar gewoon een proefmoment. Ja, nou, ik zeker doen. Ja, we hebben 8 verschillende soorten, dus je moet zeker even proeven. En hoe reageren mensen er eigenlijk op waar jullie komen? Want jullie, neem ik aan, gaan naar festivals toe. Nou, we zijn net gestart en we zijn nu een paar weken geleden gestart hier op de markt in Lelystad, in het centrum van Lelystad. En hoe reageren mensen? Ik had niet gedacht dat ze het durven proeven. Het zijn echt mensen, ook een hoop gezinnen met kinderen die het aandurven. Die de verschillende varianten met... we hebben natuurlijk ook lekker voor kinderen die ze willen proberen. En hoe zijn de reacties dan? Mensen die terugkomen, dat is meestal goed nieuws, toch? Ja, dan zeggen ze dan, oh wat lekker, dat wist ik niet. Zeker, ja. Ja, ja. En dat ze ook de volgende keer een nieuwe komen proeven. En wat ook wel echt onze trots is dat er al heel veel Canadezen die in Nederland wonen, lang zijn geweest om er een te proeven. Ah, dat zou nou leuk zijn, dat een Canadees hier komt. Nou, we gaan er een maken. Er wordt hier achteral eentje plat gedraaid. En dan gaat hij het vet in. En dan gaan we hem zo meteen, denk ik, proeven maar. Hè? Ja, 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 ja. Nou, ja, zoals je ziet, hij is al de vorm van een beverstaart. Daar komt ook zijn naam vandaan. Ja, dus het is het deeg wat uitgerold wordt in de vorm van een beverstaart. Ook wel olifantenoor. Ja. Dus daar komt zijn naam vandaan. Dus laten we hem in het vet gooien. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga hem zo meteen proeven. Ik begrijp, Marco, jij bent weer op dieet. Dus voor jou helaas geen staart deze keer. Ik moet eerlijk zeggen dat Rob en ik zitten hier in de studio. En we willen wel eventjes een klein stukje proeven als mag straks. Dat mag ook van de diëtisten. We komen zo bij hem terug. Vanuit de foodtruck, dus op het parkeerterrein van Omroep Flevoland, zijn ze nu beverstaart aan het maken. En dan gaan we nu weer door naar mijn collega Arnoud Plaquet, die op het parkeerterrein staat, althans in een Canadian foodtruck, zoals dat heet. En er liggen daar wat bevers om te wachten.
Inderdaad, er liggen een paar staarten op mij te wachten. En er is er zojuist ook eentje gemaakt. Die is vers uit de frituur gekomen. Die is nog warm. Ik praat erover met Roos Pierik. Jij bent de bedenker, samen met je broer. En je hele familie trouwens ook, hè, die eraan werken. Ja, die zeggen van, ja, we hebben het idee hebben wij bedacht. Maar het kan nog wel eens veel groter worden, zakelijk gezien, hè? Ja, nou ja, wat... Kijk, wij vinden het een heel mooi product. En we denken dat het echt iets nieuws in Nederland. We merken nu ook dat het eigenlijk ook wel... Dat er ook vraag naar is. Maar ja, onze wens is om het door te ontwikkelen en op zoek te gaan naar franchise-nemers. En het Canadian Street Food op veel meer plekken in Nederland aan de man te brengen eigenlijk. Nou, dan zou Marco en ik nog een keer zo'n kraampje zouden willen hebben en staarten willen verkopen. Dat kunnen we bij jou aankloppen. Absoluut, ja, zeker. Maar dan wil ik nou uiteindelijk toch echt graag wel eens even weten hoe die smaakt. Het is dus al een lap, hè? Platgeslagen oliebol, zoals je zelf al zei. En ik vroeg ook al wel, kun je hem snijden? Ze zei, ik kan hem snijden, maar dat hoort niet. Klopt. Je moet hem gewoon zo vastpakken. En dan, als jij dan de microfoon vasthoudt, dan ga ik proberen om een echte Canadian-style staart te gaan eten. Het is wel een heel gedoe om te doen. Maar ziet er wel lekker uit, Arnaud. Mm. Oh, kijk eens eventjes. Het is ook lekker. Ja, is hij lekker, ja? Ik denk dat jij de uitzending wel eventjes zonder mij kunt doen tot 2:30, toch? Nou, blijf ik even hier staan. Weet wat je zegt, ik heb Rob Brouwer bij me zitten, hè? Waar zou je hem nu? Ik kom eraan. Ja. Hij is ook hol van binnen. En hij de staart dan ook, hè? Ja. En lekker de heerlijke warme appel erop. En er zijn volgens mij heel veel verschillende variaties mogelijk ook, hè? Met chocola, banaan. Met de banaan? Nee, met chocola wil ik graag. Lekker. In stukjes of helemaal? Oh. Helemaal. Ja, met chocola. Karamel met chocola of gewoon chocola? Ik vind het allemaal goed. Karamel dan. Het maakt jou niet zoveel uit wat je pakt ook. Nee. Goed, nou, ik ben eventjes bezig nog met deze appel. Het smaakt echt heerlijk. Waar kunnen we jullie vinden door de week? Nou, door de week nog even nergens. Nou, dat wil zeggen op internet. Dus schat, je moet even met je mond houden. Op internet kun je ons vinden. Op www.canadianstreetfood.nl. En op zaterdag kan je ons vinden op de markt van Lelystad. Tussen 9 en 4 staan we met deze mooie foodtruck, zeg maar, op de markt. En we hopen binnenkort op evenementen ook. Ja, nou, lekkere lui zijn die Canadezen toch, en ze hebben ze heerlijk eten ook. Dankjewel, tot later. Nou, dat was Arna dus vanuit de Canadian Food Truck. En ik ben benieuwd hoe de beverstaart gaat smaken. Ik zal hem ongetwijfeld zometeen ook proberen.